veiligheid beïnvloedt. 15 van onze vrachtwagens zijn voorzien van diverse meetapparatuur, waaronder camera's. Bij een ongeluk op de A28 tussen Wezep en Zwolle zijn vanochtend twee wegwerkers gewond geraakt. Een Poolse vrachtwagenchauffeur raakte een andere vrachtwagen en reed vol in op een lichtkrant. In het busje dat daarachter stond zaten de wegwerkers die diverse botbreuken opliepen. De vrachtwagenchauffeur had gedronken. De vakbond FNV wil bij wegwerkzaamheden de weg vaker helemaal afsluiten. Bij het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland verdwijnt voort... Vanavond zijn er brede opklaringen. Misschien dat nog een uitdovende onweersbui komt overdrijven. Het koelt af naar gemiddeld 17 graden. Morgen overwegend zonnig. In het zuiden van de provincie wordt het tropisch warm. Aan het einde van de middag ontstaan er stapelwolken, gevolgd door onweersbuien in de avond en nacht. Vanaf zondag wordt het koeler. De zon schijnt regelmatig en op een enkele bui na blijft het droog. U zag onze nieuwsuitzending van vrijdag 2 juli. Zaterdag en zondag houden Radio Drenthe... en pakte de afgelopen jaren in Nederland bijna alle prijzen op de schoolslag. Ja, het record op de 200 meter heb ik nog, ja. Hoe lang nog, denk je? Nou, records zijn er om verbroken te worden. En als het goed met de sport gaat, dan liever zo snel mogelijk natuurlijk. Toch zullen we de Lelystedeling nog wel eens zien in het zwembad. Aftreden is natuurlijk heel erg belangrijk. De simmerwarmte bedoelt gewoon, maar op deze dagen, ja manje, een 22, misschien 23 graden. Deze, 21 of 22 graden, maar waar ze luidt de temperatuur alweer heger, komen we uit zo om de bijde 24 graden. Nou ja, we met de moon, we wel even in het waarsje. Een drokke week op Squallen? In het weekend in de televisie verdij. Elke sneun en snijn tussen 4 en 5 kiest de mooiste programma's sjen. Maak een verdij. Wat dan nou? Heet dat? Als het nou op een middelbare Squallen is. Op de basis Squallen. Wat zeg je, Jodrus? Wat als ze mij hoes heeft? Ik wil altijd wit wat witte. Of hast Sofia Bist. Het is alle gette sjen op sneun en op snijn tussen 4 en 5. Wij binnen hier op een zon van de hoek bij de oude te breken. En hier zit er mooi wat gaandjes liepen en dat is misschien wel aardig om daar wat beelden van te hebben. Maar jij hebt hier aardig wat herrie op. Ja, we moeten eraan zinnen, want het lacht daar wat. En ze vliegen naar alle kanten nu, dus we moeten net al lang praten. Hoor. We moeten die beelden even zeggen, want dat is wel een mooi gezicht aan, denk ik. Nou, dan gaan we die kant uit. Mooi. Kijk hier mooi hoe het is. Ik moet eens even zien wat daar zit. Wat daar zit, helemaal roen om. Het is. Kampioenstrui. Thuis in Assen-Delft traint hij gewoon in het pak van zijn team Milram, een ploeg zonder kopman. We hebben niet een echte kopman voor het klassement. We hebben wel een goede sprint, maar. Ja, werkt het een beetje? Nee. Zometeen een verfrissend tussendoortje voor beren en apen. Maar eigenlijk gaat het vandaag maar om één ding. Nederland tegen Brazilië. En mooi die Canaries naar huis. Precies. Gaan we zometeen goed terug gedaan, hè? Live naar Utrecht. Maar we gaan eerst naar de Groenmarkt in Hartje Amersfoort. Daar is al heel lang veel te doen over de zogeheten Urilift. Dat is een grote plaszuil die uit de grond omhoog komt. Het is handig voor het uitgaanspubliek in het weekend bijvoorbeeld. Hè? Ja, het is een doorn in het oog van Paula en Lisette, bazen van hotelrestaurant Queens. De Urilift zit namelijk midden in hun terras. Ze hebben er tegen geprotesteerd. Dat leek te helpen, want hij bleef in de grond. Maar
Nu heeft Amersfoort laten weten dat de plaszuil binnenkort toch weer gebruikt gaat worden. Paula en Lisette houden het voor gezien en geven de strijd op. Hun zaak gaat dicht. Alle hoop op een toekomst is verloren. Het diepste punt van het hele bedrijf, denk ik. Dit is het eindpunt van de jarenlange strijd. En dat allemaal dankzij dit ding, de Urilift. Handig voor uitgaanspubliek, maar een strop voor Paula en Lisette. Want hij staat precies voor de deur, op hun terras. Het is heel erg heftig als je zo fanatiek bezig bent met proberen je bedrijf te runnen eigenlijk. Hè. Je probeert een startend bedrijf tot iets moois te maken, een droom te verwezenlijken. En je wordt constant gehinderd door gemeentelijke besluiten. Besluiten die ervoor zorgen dat klanten wegblijven of hun geld terug willen. Volgens de eigenaren van het hotel schrikt de Urilift mensen af. Ondanks dat hij in het weekend pas vanaf 1 uur 's nachts naar boven komt. Het stinkt en jongeren die er staan te plassen maken te veel lawaai. Soms is het zo erg dat klanten huilend weggaan. Mensen uit het buitenland, die Duitse mensen onlangs, die noemden het waanzinnig. Afgelopen weekend nog mensen, echt, het is niet normaal, zeiden ze. Van hoe hier, wat dit mogelijk is hier in de stad. Ook de Amersfoortse politiek krijgt de klachten te horen. En dus krijgt het college de opdracht om op zoek te gaan naar een andere plek. We hebben een onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden die er waren, alle plekken. We hebben een afweging gemaakt en uiteindelijk de beste plek gekozen. En dat is toch de huidige plek. En dus verandert er niets voor het hotel en de gasten. Ja, je schaamt je. Je schaamt je echt kapot voor hotelgasten die inderdaad hier zijn gebleven en vanuit een hotelkamer geluidsoverlast ervaren van de Urilift. Mensen die er omheen hangen, schreeuwen, vechten. Het is wel zo dat als je in de binnenstad en zeker in de doorlopende route waar zij zitten, een bedrijf zoals zij voeren, je natuurlijk weet dat er best in de nacht enige overlast of geluid of ruis zal zijn. Dat is natuurlijk inherent aan de plek. Dat kunnen wij niet veranderen. Maar dat is te makkelijk, vinden Paula en Lisette. Ondanks dat de zaken nu zo goed als stil liggen, gooit het duo de handdoek nog niet definitief in de ring. Op 15 juli keten we ons vast aan de Urilift. Dus we laten dit ons niet gebeuren. Met het risico dat ze dan ondergeplast worden, hopen ze de wethouder alsnog wakker te schudden. Voor Paula en Lisette is het nu of nooit. En volgens de burgerpartij Amersfoort is het laatste woord hier ook nog niet over gezegd. De partij zegt dat het plaatsen van de Urilift op de huidige plek een fout is van de gemeente en dat die hersteld moet worden. Volgens de BPA kost het verplaatsen minder dan dat de wethouder zegt. De VVD is het eens met de burgerpartij. En de VVD stelt zelfs voor om de lift tot september in de grond te houden en de kwestie dan opnieuw te bespreken in de gemeenteraad. Als wij het warm hebben, dan kunnen we wat uittrekken. En lekker voor een ventilator gaan zitten of zo. Maar hoe houdt een aap of een beer het hoofd koel? Er zit heel veel haar op, toch? Ja, lijkt me heel warm. Dat lijkt me ook, zo'n bontjas. Maar goed, ze lijken toch ook wel weer meer op ons dan je denkt. Want als wij af willen koelen, dan nemen wij ook wel eens een ijsje bijvoorbeeld. In Dierenpark Amersfoort doen ze dat ook. Alleen dan wel met een rauwe vissmaak. De eerste stop van de ijskoopboer is bij de chimpansees. Maar geen romige aardbeiensmaak of lekker verfrissende sorbet hier. Er zit bijvoorbeeld fruit in. Soms doen we er ook wel eens wat honing in. We kunnen er ook zaadjes in doen. Dus elke keer eigenlijk wat anders. Ieder zijn smaak en dit is die van een aap. En die moet er heel wat voor over hebben om dat ijsje te bemachtigen. De lollipop is namelijk groter dan het gat in het gaas. We willen het wel lekker moeilijk maken. De chimpansees willen we toch bezighouden. En dat heet eigenlijk verrijking. En dat is ook wat we hier doen. Ze moeten eerst de papiertjes eraf halen en dan het hele grote ijsje nog door een klein gaatje wurmen. Dus daar zijn ze wel wat langer mee bezig. En daar kun je als aap best een beetje gefrustreerd van raken. Maar de aanhouder wint, ook bij de aap. Een paar hokken verderop worden de bewoners al wat ongeduldig. Ze zitten al de hele ochtend aan hun zwembad, maar de oper laat lang op zich wachten. IJs met vis is hier de smaak en ook heel populair. Alleen is met de komst van dat ijs ook alle gezelligheid uit het berenhok verdwenen. Beren, dat zijn solitair levende dieren, leven dus het liefst alleen. Dat zag je dus hier ook goed. Ieder beer pakt zijn eigen ijsje en zoekt vervolgens een rustig plekje op en gaat het daar rustig opeten. En zo heeft ieder zijn eigen hoek en zijn eigen ijs in het berenhok. Dan zijn ze bij de moerasbevers een stuk socialer. Daar is een ijsje groot genoeg voor iedereen. Maar ja, dat heeft dan ook weer een nadeel. Na 1 minuutje zijn in dit hok alle ijsjes op. Tja, dat is ook wel jammer. Hè? Het is wel echt weer voor een ijsje, maar dan liever niet rauw vis. Stracciatella. Zoiets, ja. Heerlijk.
Of een peerijsje. Oh, lekker. Lekker. Ach, maar dat is helemaal niet belangrijk, die ijsjes. We hebben gewonnen. Nederland, Brazilië, 2-1. Oh, we gaan terug naar Utrecht. Ja, het was echt een feest in Utrecht. Volgens mij is dit na een Nederlands doelpunt. Maarten Vussel in Utrecht. Hoe is de sfeer daar? Ja, ongelooflijk, joh. Je wil niet weten wat voor een ontlading het was natuurlijk. In het begin, ik was op een gegeven moment in de winkel van Sinkel, een groot café waar 1500 mensen zaten, 7 verschillende schermen. En toen viel dus dat eerste doelpunt van Brazilië. Nou, het was gewoon echt, iedereen was helemaal te neergeslagen, zo snel dat dat kon. En toen vervolgens ging ik naar buiten en toen zaten wij hier. En opeens was dat eerste doelpunt van Nederland, nou, je wil niet weten, het was naar zijn eigen doel geloof ik, hè. Iedereen die sprong hierop. En toen kwam nog dat tweede doelpunt van Sneijder. Nou, je wil niet weten hoe het toen ging. Nou ja, feest dus, maar is het ook allemaal goed gegaan daar? Er is zojuist een persoon, of zelfs 3 personen hoor ik hier om me heen, zijn aangereden. Je ziet de enorme oranje massa. En daartussendoor proberen de hele tijd bussen en auto's doorheen te komen over de busbaan. Maar ja, dat gaat dus heel erg moeilijk omdat het zo ontzettend vol is met mensen hier. Daar in het midden daar zijn nu een aantal politieagenten. En die hebben, als het goed is, ja, daar liggen een paar mensen liggen daar op de grond. En je merkte het ook meteen aan de sfeer. Het één keer is het een stuk rustiger geworden. Maarten was er sowieso eigenlijk. In Café Gaaf. Gaaf, de woonoutlet van Nederland. Kijk ook op gaaf.nu. Vanavond in een extra 10 minuten. Johan Remkes, onze nieuwe commissaris van de Koningin. Een uitgebreid portret van de man die de komende jaren het bestuur van Noord-Holland gaat leiden. Dat gesprek heeft in een positieve en constructieve sfeer plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek is... Vanavond in 10 minuten. Oh, meneer Van der Linden. Zo, hier zitten. Zo. Bent u een beetje zenuwachtig? Nee. Want ik heb vroeger veel operaties gehad. Ik was nooit zenuwachtig. Wat een foto. Ja, ik laat een tatoeage maken. Oh? Ja, ben ik toch nog jong genoeg voor? Vol verwachting klopt mijn hart. Het is wel geen december. Friesland broest in de simmer van de activiteiten. Op het wetter, op het lawn en in de loft. Omroep Friesland is erbij. Op radio, televisie en internet. Sjog op simmerinfriesland.nl voor alle informatie. Besjog de agenda, Jerin besjog de simmerhit en win mooie prijzen. Belip je de simmer mee, Omroep Friesland. Simmer in Friesland. En dan komt nou het heerlied met Het is een heerlijke dooi. Skitterend. Hey! Het werk is dier, ik voel me vrij. Ik zou nou jij hebt nog lekker staan. Hey, hey. Het is een heerlijke dooi. Ja, wie moet er nou met Diamond koersen? Dan vraag je naar de Griet van Wierda. Sivert te noemen. De kunstenaar heeft niet voor niks die naam bedacht, heeft daar ook een bedoeling mee gehad. Dat is de naam en die moeten we ook gewoon in al onze officiële uitingen als provincie gebruiken. Alle statenfracties steunden dit voorstel. Ook een partij als Christen.
tot en met zondag. En voor meer informatie zie www.gevangenismuseum.nl. Zo, ik ben aan het infietsen. Had nog een paar dagen en dan is er weer een Drentse fietsvierdaagse. Als je ook mee doet, dan komen we elkaar. Gehakt, broodjes, kruiden, paprika, olijfolie, nog wat sausjes en ook één geheim ingrediënt. Ja, en daar wordt hier heel druk mee gewerkt. Toch? Nederland gaat gewoon winnen vandaag. En dan Rabbe de Vijf maakt vandaag. En ik heb er volledig vertrouwen in. Ja, goed, hoe het afgelopen is, dat heeft u natuurlijk allemaal vanmiddag gezien. Aan het einde van het programma krijgt u te horen hoe u had voorspeld, goed of fout. Maar goed, dat dus straks.